Corruptie van partijgenoten. Ja. Ik heb bij het lezen van je boek denk ik, oh ja, de tegenwerking die je had om Kamerlid te worden. Laag op de lijst. Je werd geen niet lijst. Op de lijst bedoel je. Sorry? Niet op de lijst. Ja, sorry. Je krijgt zoveel tegenwerking uit van je eigen politieke vrienden. En je blijft nummer 2 op de lijst weer. Ja, nou ja, ik ben een op de lijst gezet. Dan valt het nog wel mee hoe gewaardeerd wordt het CDA, zou ik zo zeggen. Dus dat gaat goed dit keer. Maar het CDA staat ook bekend als machtspartij. Ook centrum van macht. Al jaren mee bestuurd. Dus zo vind je dat dan ingewikkeld om daarin juist een volle tegengas te geven? Nee, totaal niet. Dat zit in mijn aard. En ik zit daar niet voor het CDA. Het CDA, de partij is dan helemaal niet in de grondwet, voor zover je het gelezen hebt. Je zit daar namens de kiezer. En mijn hele probleem is dat wij, als je herkozen wilt worden, kun je beter de schoenen van je partijvoorzitter poetsen dan spreekuur houden in je eigen omgeving. Want het zijn de partijvoorzitters en de kleine groep daaromheen die bepalen wie er op de lijst staat. En sinds ik in 2012 niet op de lijst kwam, heb ik ook voor mezelf heel radicaal de knop omgezet. Ik zit hier voor de kiezers. Artikel 50 van de grondwet zet, je zit hier voor het hele Nederlandse volk. Ja. Want die toeslagenouders, dat was niet mijn directe achterban of zo. Maar dat interesseert mij niet. Ja. Wat mij interesseert maar is, dat nog steeds binnen het CDA staat dat, wat zeg is dat nog steeds zo binnen het CDA? Dat alleen als je de schoenen poetst van Wopke Hoekstra, dat je dan bovenaan de lijst komt? Nou nee, ik had het over de partijvoorzitter. Kijk, Wopke Hoekstra kon zich al niet meer met de lijst bemoeien, want de lijst stond er vast. Oké, fair enough. Maar dat is dan bij het CDA hebben we dan ook nog een grote regionale lobby. Dus als je dan de landelijke voorzitter wilt hebben, moet je ook de regionale voorzitter niet vergeten. Maar daarin ga jij dwars door ruiten. Maar je kan het land niet alleen veranderen. Nee, daarom ben ik ook blij dat met mensen als Rens